Hoi, ik ben super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een mooie paastoef maken. Een veel aangevraagde video naar aanleiding van de vorige toef. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis en blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uronlinebloemist.nl, daar vind je het onder kopje cursuspakketten. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Allereerst, hebben jullie nog een winnaar van mij te goed van de vorige winactie hier op YouTube? Die komt hier in beeld. Gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen, want je hebt een cadeaubon te waarde van 15 euro gewonnen. En we gaan dan gauw beginnen. De techniek die we vandaag gebruiken heb ik al zo laten zien. Maar we gaan ook met wat takken werken en we gaan er echt een mooie voorjaarstoef van maken. Dus ik zou zeggen, laten we gauw beginnen. Allereerst gaan we weer allemaal toefjes maken die we straks gaan binden op een touw. En dat binden we weer omheen. Dus we beginnen met de toefjes. We pakken overal kleine, kleine stukjes van. En daar doen we een ijzeren draadje omheen. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst knip je alles in kleine stukjes. Bij de eucalyptus is het belangrijk dat je net boven het blaadje knipt. Dan kun je de hele tak blijven gebruiken. Ik gebruik hele diverse materialen. Hoe grover je straks de toefjes maakt, hoe grover ook jouw toef wordt. Dus elke keer overal wat materialen van. Die bind ik samen met een toefje. En daar doe ik een ijzeren draadje omheen. En zo maak je alle toefjes. En je kan elke keer verschillend materiaal gebruiken. Daar kan je gewoon je eigen stijl in geven. Zo, ik heb nu allerlei toefjes gemaakt. Ik heb diverse soorten klaar. In wat verschillende soorten en maten. Ik ga wat houttakken erbij pakken, wat katjes en wat paardtakjes. Kijk, en die geven straks een mooi effect in jouw toef. Dus die gaan we er ook bij verwerken. Die mag je best wat korter maken. Dan gaan we beginnen met het binden van de toef. Wat we gaan doen is elke keer een toefje erop leggen. Daaromheen wikkel je het ijzeren draad. Dan maak je even een goede wikkeling. En dan pak je het volgende toefje. En tussendoor pak je ook gewoon even een stukje hout. Die maak je wat korter, zoals je kan zien. Zodat hij gewoon meebindt met het toefje. En daar wikkel je ook omheen. En dit doe je ook met katjes. Die kan je ook gewoon korter knippen. Heb je nou net eentje waar meerdere aan zit, kan je net boven het takje van het katje afknippen. Kan je deze ook nog weer gebruiken. Dus het is natuurlijk zonde als we dat niet zouden doen. En die leg je er dan ook gewoon bij naast. En dan wikkel je er weer omheen. Zorg dat de takken niet te lang zijn. Dan pak je het volgende toefje en die leg je er gewoon weer bovenop. En dan wikkel je weer.
En dan kan je er ook gewoon weer een zakje bij pakken. Of een katje. Zo'n mooi paars zakje. En die kan je er straks ook gewoon zo weer omheen wikkelen. Dat geeft ook een mooi effect. Dus die kan je straks terugslaan op het eind. Dus die laat je dan gewoon nu even los. Bind je er gewoon bij in en op het eind geef je dat straks mooi vorm. Zoals je kan zien wordt het toestel heel mooi. De takken hangen nog los. Die gaan we straks nog even bevestigen. Je kan hem zo smal en zo breed maken als je wil. Hoe dichter je op elkaar wil, hoe compacter die en iets breder die wordt. Wil je hem wat smaller, dan leg je de toefjes wat losser langs elkaar. Ik ga hem nu eventjes afwerken en dan gaan we ook nog eventjes kwarte eitjes toevoegen. Want dat maakt hem natuurlijk helemaal af. En ook gaan we dan de takken eventjes een mooi plekje geven. Ik heb nog wat katjes over. Ik vind het wel mooi om die net aan de bovenkant een beetje aan de zijkant te doen. En dat even een paar van de takjes toe te voegen. Als je materiaal over hebt, kan je dat natuurlijk gewoon doen. En ik wil dan even een paar keer goed eromheen, dat het goed vast zit. En de paarstakken die dan nog los hangen, die pak je dan vast en die... pak je bij je hand, zodat je die ook kan binden in je stuk. Dus je slaat ze terug als het ware. Je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een paar keer eromheen te wikken. Als je bijvoorbeeld net een lange tak hebt. Kijk even hoe die mooi tot zijn recht komt. Kijk, je maakt hem apart, hè. Je wikkelt dan eventjes nog een keer extra. Je kan ook wat zakken los laten hangen als je het leuk vindt. Zodat het helemaal goed vast zit. En dan kan je nog eventjes wat buigen. En de overige takken knip je af. Dan maak je van... het touw wat je over hebt even een lus en knip je hem op hoogte. Wat jij mooi vindt, als je een kleinere lus doet, doe je hem wat korter en anders wat langer. En dan bind je die ook eventjes erin mee. Uiteindelijk knip je af en die zet je gewoon eventjes vast door erachter te buigen. Zo, dan hebben we hem. Oh, kijk dan hoe mooi, jongens. Echt super leuk. Hier deze gaan we even afwerken met natuurlijk gewoon wat touw, zodat je dat niet ziet en het mooi is weggewerkt. En dan voegen we nog wat paaseitjes toe, kwarteitjes. Maak gewoon even een hele goede wikkeling. Heb je nog wat langere takjes, ga je deze gewoon afknippen.
uiteinde maak je de achterkant gewoon even vast. En dan kan je dus de quattro eitjes nog even toevoegen. Het voordeel is je toefje wat scheef, dan kan je juist op die plekken waar die wat ingedrukt is, gewoon even een quattro eitje plakken. En dan breng je hem gewoon in model. Geheimpje. Nou moet ik zeggen dat mijn op dit moment echt wel aardig recht is. Deze die steekt misschien wat uit die kant op, maar die kan je dan wat meer die kant op duwen. En voor de rest is die heel mooi. En ook door natuurlijke materialen mag die natuurlijk, hoeft die niet helemaal recht te zijn. Hij mag best wel iets scheef zijn. Ik voeg wat quattro eitjes toe en ik vind deze kleuren echt geweldig leuk bij elkaar. Mooi kleurrijk, maar het geeft wel echt een mooie paassfeer. Nou, je kan er natuurlijk gewoon net zoveel quattro eitjes aan toevoegen als je zelf leuk vindt. En je kan eventueel ook als je wat kapotte eitjes hebt, dat vind ik altijd heel leuk, wat losse schijfjes op de takjes doen. En dan is die klaar en hebben we echt een geweldig mooie toef. De lijmresjes er nog tussenuit. En ja, die kleurencombinatie is gewoon heel mooi bij elkaar en echt super mooi voor de Pasen. En lang houdbaar, dus dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Leuk voor de Pasen en leuk voor het voorjaar. Dus je kan er extra lang van genieten. Wil je het pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulmlijmbloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Ik hoop dat je het wel een leuke video vond. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je van deze video vindt. Of wat je graag nog wil zien. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!